Leefde een bijzondere vis. Het was de mooiste van allemaal. En dat vonden de andere visjes ook. Dit visje heeft alle kleuren, net als de regenboog. Maar het heeft ook nog zilverschubjes. En dat heeft een ander visje niet. Alle anderen hebben niet van die mooie zilverschubjes. Ze willen eigenlijk allemaal wel met regenboogjes spelen. Regenboogjes en dan samen tikketjes spelen. Zullen we het hardste doen je het hardste kan zwemmen? Hé. Zullen we even stoppertjes spelen? Ook dat helpt niet. Geen wedstrijdje, geen verstoppertje, helemaal niks. Dan komt het kleinste visje. Een heel klein stukje, kleinste stukje. Niks te van. Houd je liever zelf. Ja, zo gaat dat. En omdat regenboogje steeds niks zegt, vragen ze het ook niet meer. En regenboogje is helemaal alleen. Regenboogje denkt, ik ga eens even raad vragen. Regenboogje nog geen zin in. Maar als hij al die andere visjes zo gezellig ziet spelen, komt. En zo hebben ze aan het eind van het verhaal allemaal een visje, een schubje gekregen. Oh, nou, dat was toch nog een gezellig verhaal.